Toen ik jou daar zag liggen... Ja, gelukkig is het goed afgelopen. Je had wel dood kunnen zijn. Waarschijnlijk wilde hij me alleen maar bang maken. Ik heb niet eens gezien of hij het was. Ik weet het niet eens zeker. Je moet de politie inlichten over je vermoedens. Ik zeg toch dat ik... Dan doe ik het. Ik wil dat jij veilig bent en de enige manier is als de dader wordt opgepakt. Daarmee breng je me juist alleen maar meer in gevaar. Ik kan niet zomaar namen gaan roepen. Ik heb geen enkel bewijs. En wat wil je dan? Ik heb je dit in vertrouwen verteld. Je moet me beloven dat dit tussen ons blijft.